Ja, of inderdaad. Als ze het niet te warm hebben bij ons thuis, want we zijn natuurlijk een heel ander klimaat. Ja, inderdaad. Misschien hebben ze wel het gevoel dat ze de hele tijd op vakantie zijn. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Team Dino speelt Ark Survival Evolved. En vandaag is er een nieuwe aflevering en we gaan er tegenaan. Ik heb vet veel zin in, man. Nice vogel. Ik heb... een plan voor vandaag. Bondarmer. We hebben een plan voor vandaag. Belt. En daarvoor ga ik eerst maar eens eventjes wat warme kleren aantrekken. Dan hoef je tenminste niet koud te hebben. Oh ja. Ik zie er zo fabulous uit met mijn bond armor. We hebben wel zo schattig in mee ook nog. Bond is moord. Maar wel lekker warm. En kijk, wat... Het is niet oké, man. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag themes doen. Ik heb er zin in. Welke themes gaan we doen, Sarnia? Nou, jullie hebben, we hoorden het gemiddeld geregeld in de comments. Gaan wolf themen. En dat wilden we natuurlijk zelf ook heel graag. Dus dat is één van de themes die we gaan doen. Maar voor ja, mensen die ook wel Ark spelen, die weten vast ook dat hier nog een ander dier rondloopt. Ja, natuurlijk de mammoet, maar die hebben we al. Maar ook eentje die we nog niet hebben. Ik zie hem. Oh, en ik zie er een. Oh, ik ga hem redden van de... Oh, ik kan hem misschien niet optillen. Ik ga proberen hem op te... Nee, T-Rex, blijf van die van de eland af. Die willen wij. Ja, precies. Ga weg. Het is onze eland. Maar wij houden hem wel in leven, dus dat is wel beter. Ja, klopt. Wij zijn... Mijn 500 damage. Oeh, die voor Still jou. Steel. Waar is nou het hert? Is die al weggerend zeker? Nee, die heb ik doodgemaakt. Weet niet. die sabertooth. Kom naar mij toe, kom naar mij toe. Oké. Okay. Ja, ik heb een sabertooth op mij en die wil... Oh, klote. Oh, ik heb hier al die wolven gevonden. En het gaat hier helemaal bad, dus je moet mij helpen. Ik heb er eentje opgepakt. Dus die dump ik even in het water hier en dan... Kijken, hoe snel pak ik damage hiervan? Oké, ik heb de ene sabertooth strength. Auw. Oké, ik kan niet bevriend zijn met alle wolven. Deze gaat gewoon aan. Oh man, overal wolven. Ik kill the dire wolf, deze ook. Zo. Poeh. Ik had de eland gevonden en hier neergezet, maar die is direct weer weggerend. Je bent bijna dood, man. Het gaat niet goed. Je bent bijna dood. Nou, dan zal ik het even op de grond overnemen. Ja, ik ga hier bovenin zitten. Dan kan ik even regenen. Ik ga even op zoek naar prime meat dan voor dit wolfteam. Oké, dat is goed. Die daar mammoeten, dus dan gaan we... Mammoet dan maar. Dat, ja, precies. Als jij die pakt, even kijken, hoe snel zou deze... Die is ook een Argentavis, die wilden we misschien ook nog, hè? Ja, dat is misschien wel handig. Oké, ik heb nog wel een kristalletje, dus ik kan wel een curry pakken. Zo. En dan hoop ik dat het kristalletje weggaat. En dan regen ik kristalletje als het goed krijg je... Oh ja, en meer food drain krijg je er ook van. Als je koud bent. Dat was niet als super erg. Oh, hier vecht een mammoet tegen een wolf. Kunnen we die ook wel even klappen? Oh, ik heb prime meat. Kijk, dat is handig. Oh, nice. Maar wacht even, van die mammoet. Of... Ja, en ik krijg ook pelt van... Ja, laten we eerst even dat gatheren, dat is goed. We moeten alleen niet iedereen hier in de buurt doodmaken. Dus, want... dat is een beetje onhandig als je teams wil doen natuurlijk. Dus even zien. Hier nog iemand? Oh, hier is het ik heb toch een pinguïn doodgemaakt. Ah, jij monster. Maar het was ook nog eens een baby. Oh, dan krijg je wel lekker... Primeat. Primeat. Het is wel zielig, maar wel primeat. Ik wil wel een pinguïn. Wil je die ook? Oh man, we kunnen echt... De komende 3 afleveringen... Beesten themen in de biome, snow biome. Voor altijd. Ja, ik heb een hert getrankt, man. Die was hier. Nice. Ik heb twee... Hey, we hebben de wolven niet gegatterd. Ze hebben pelt, hè. Maar ik heb 2 prime meats ook. Oh, die moet ik... Die zit in Shiro. Als het goed is. Oh, ik heb er 4. Stiekem. Dus ik denk dat we met 5 prime meat die wolven wel kunnen krijgen. Ik ga hier gewoon van alles temen, jongen. Ik heb zoveel prime meats. Ik heb hier die kat. Die ligt hier al een poosje knocked out. Die ga ik ook wel hopen. Oh yeah, een nieuwe. Ja, ik wil daar meer van hebben. Dus ja, ik ook. Die team ik gewoon lekker. Ja, denk dat je genoeg prime meat heeft, want dan laat ik de mijne nog even in Shiro zitten voor de volgende. Ik denk dat deze net niet genoeg prime meat heeft, maar dan met dat laatste stukje vlees dat hij het wel haalt. Ik kan er wel even één. Ik heb er 4, hè, dus ik stop wel 1 bij.
Oh, prima. Dan had hij het wel. Dan heb je ook vet goede taming effectiveness. Heb ik... Ja, hij heeft nu plus 7 levels, dus dat is mooi. Kijk, als jij dan mij opzoekt, dan kan ik jou laten zien waar die... waar het hert ligt. Dat ligt hier. Oh, daar moeten we de kibbles voor hebben, hè? Ja, ik heb die Morphodon kibbles gemaakt. Die zijn best wel lastig. Ik vind die Morphodon kibbles, want het is vervelend. Die Morphodons die zitten op zo'n manier dat als ze een ei leggen, dat je het niet ziet. Dus daar moet je vet goed mee opletten. Ja, echt heel gemeen. Maar ik heb er drie verzameld. En deze Megaloceros, dankjewel, is level 18. Dus ik verwacht dat hij toch wel een beetje... meer nodig hebben. Dan moeten we bessen regelen. Is het, want ik dacht dat die herten en reeën en al dat soort beesten, dat omnivoren zijn. Dus dat ze zowel vlees als bessen eten. Is dat, in dit spel is dat niet waar? Of is het überhaupt niet waar? In dit spel weet ik het niet, maar in het niet. In het echt weet ik het ook niet. En in dit spel weet ik het ook niet. Nou, ik dacht juist dat ze een heel typisch soort gebit hebben met zeg maar wel snijtanden. Waardoor je zoiets hebt van, is het nou wel of niet een vleeseter? Oké, hier zijn katten en wolven. We hebben wel een typisch gebit, dat... Oh, vet veel wolven! Oh. Je kunt, ik kan gewoon ook één wolf oppakken, die dan hierheen brengen. En dan kunnen we die hier tranken en dan kan ik er weer één ophalen. Oh, dat is goed. Dat zie je waar ik ben? Nee, je hebt ook geen flare, hè? Klopt, ik heb mijn laatste flare net opgemaakt. Als ik bij het hert ben, moet ik dan, welke kant moet ik dan op? De landinwaarts en een tikkie links. Oké. Dat klinkt als iets wat ik kan. Oh ja, je komt recht mij af. Ja, ik zie jou. Nou, hier beneden zitten al die wolven. Dus dan ga ik wel op die pier staan. En dan kun je hem... als je hem dan aan het begin van die pier dropt... Oh, er zijn echt veel, ja. Nou, ik heb niet echt een voorkeur, dus ik pak deze. Heb deze je je spyglass niet bij je? Ja, maar die kan ik niet zo goed gebruiken op mijn vogel. Nou, oké, dat is waar. Dat is ook best wel lastig. Oké, ik sta nu aan het einde van de pier. Oh, deze is level 8. Hij is wel male. Ik weet niet, hebben we al een male of hebben we een female? Ik weet die andere wolf. Ja. Weet ik niet. Ik weet niet hoe die ligt. Hebben we een andere wolf? Hè? Hoe kan dat nou? Nee joh. Oké, drop hem. Nee, die hebben we toch net, die we getrankt hebben. Dat is een megalo... Hier. Ga hem nou niet op mijn hoofd droppen. Nee, ik moest toch aan het eind van de pier. Nee, dit is zo'n kat, man. Dit is zo'n panterd. Hoe heet die? Sabertooth. Oh, dat is een sabertooth, lol. Heb je nou die wolf weggegooid? Waar is die? Oh, daar. Nee, die heb ik nog steeds vast. Ja, hij tekent hem niet goed. Oké, ga maar een stukje verder nog. Unfollow, passive. Oké, ik ben er klaar voor. Ja. Oké. Vlieg jouw kant op, dan volgt hij mij. Of niet? Oh nee, niet. Oké, nu ziet hij jou. Wow. Ja, getrankt. Hij giet hem met zijn hoofd schudden. Oh, ja, nice. Ja, breng er nog maar een paar, toch? Drop hem maar daar. Nu naar beneden. Ja, nu naar beneden. Zo. Drop. En als je hem dan over mij heen poelt, dat is goed. Oh, hij is een aggroed. Ja, hij komt op jou af, volgens mij. Ik kan hem niet halen, hoor. Ik ga ervan uit dat het lukt. Au. Ah, mis. Waar is die? Au. Het is misschien wel goed om als je nog niet gelijk een nieuwe gaat halen voordat je weg bent. En we hebben ook nog, we moeten wel primates of zo hebben voor deze tour. Oh, weet je wat, dan laten we eerst deze twee dan doen. Als we die gewoon goed getrankt houden, dan gaan we gewoon even goed veel primates halen. Dan ga ik wel even kijken bij die megaloceros. Of hert. Ik vind hert wel echt veel makkelijker, zeg. Jeetje. Moet ik een klein beetje pijn aan mijn hoofd als ik dat moet zeggen. Oh, vooral omdat er ook al een megalodon is. Ja, en een... hoe heet die? De beesten die... Die libellen. Die heet ook iets van megalo nog wat. Oh, ja. Zal ik proberen met drie kibbles? Het zou ook wel bad kunnen gaan. Dat het niet past. Dat zou we hebben niet echt niet anders nog erbij, hè? Ja. Dat is een beetje het probleem. Een beetje gevaarlijk. Ik denk in principe dat het wel qua consciousness werkt. Dat het wel houdt. Dus misschien als jij nu gewoon... Ik ga wel eventjes wat besjes halen. Als jij nu gewoon hier primate verzamelt en aan die wolven geeft, dan komt het volgens mij helemaal goed. Right man, ik heb wat besjes verzameld. Nou hoop ik dat ik op... om dit hert te temmen... genoeg heb aan die kibbles.
Maar je weet het niet. Oké. De Dimorpho Gills. Yep. Oké, dan gaat hij gelijk eten. Oh, getamed. Chill. Nice. Cancel. Geef me die kibbel terug. Ja. Oké, hij is wel echt helemaal aan het spacen. Niet zo gek, joh. Oké, laat ik hem mee terugnemen. Volg mij. Volgt hij mij? Ja. Nice. Expectum Patronum. Want dat is ook hard. Aha. En even kijken, wat kunnen we nog meer doen hier? We hebben dus die direwolves. Ik denk dat je ze primate kan geven, maar wat je wel moet doen als je eenmaal primate geeft... Moet je heel snel doen, anders dan gaat die taming... Ja, maar je moet... Ja, dat ook, maar je moet ook een stapel vlees achter de hand houden. Want als het niet genoeg is... Welke zullen we doen? Zullen we eerst... Ik heb alle primate deze, de female. Oké, ja. 1, 2, ja. Hoppakee. Kijk, en dan gooi je dit erachteraan. Oh, oké. Snel dit eruit halen. Prima. Dan gaan we naar de andere lopen. Ik heb alleen... Ik heb nog meer, wacht even. Ik bereid even nog wat extra... extra prime meat voor. Ik had nog meer. Ik heb er hier 3. Ik heb er 5. Ik heb het waarschijnlijk niet eens allemaal nodig, maar... Ja, kom je? Kijken. Oh, hij ligt hier gewoon naast. Ja. Ja, dat moet genoeg zijn. Het gaat zo makkelijk. Eerlijk, ja, je moet gewoon goed voorbereiden, die teams. Ja, dat is echt heel chill. Ja. En nu heb ik hier nog 2 Argentavises liggen. Kijk, hoeveel honger hebben die? Dat kan 2 keer eten. Dat is waarschijnlijk net niet genoeg om een team te doen. Dus die moeten nog even wachten. We gaan een witte direwolf nemen. Die zijn ook mooi. Ik ga er eentje zoeken zo. Ja, dat is goed. Doe maar. Als je ondertussen ook wat primate fixt en zo, dan blijf ik wel hier bij deze teams. Ik zoek wel specifiek een vrouwtje dan. Ja, dat is goed. Een wit vrouwtje. Oh, ik heb het er nog niet in gestopt. Ik heb het al getamed. Lol, had er maar 2 nodig. Ja, lol. Prima. Nou, we kunnen al een archetype stemmen of zo. Direwolf, awesome. We hebben al die... Kun jij misschien die andere dino's hier naartoe halen? Ja, ik ga ze even laten followen. Mijn Dragon zat net vast, jongen. Oh, dat was echt zo spannend. Zo, ja, allemaal dino's erbij. Gelukkig hebben we voederbakken thuis. Ja, of als inderdaad. Ze het niet te warm hebben bij ons thuis, want we zijn natuurlijk een heel ander klimaat. Ja, inderdaad. Misschien hebben ze wel het gevoel dat ze de hele tijd op vakantie zijn. Denk je niet? ja, dat is een goede, ja. Ja, chill. Wat hebben we dus allemaal gedaan? Even kijken, ik heb die Archetavis getemd. Die ene Archetavis ging niet goed, want er kwam een dinosaurus. En die ging iedereen opeten. Ah, feit. Maar goed, we hebben er eentje kunnen redden en het is mooi een kibbeltame geworden. Ik was ook nog met een tweede Sabertooth. Die kwam hier aanlopen. Ik zal die even extra een beetje bijtranken. Ja man, de dinosaurus vandaag. Moet je kijken wat een hoop dinosaurus we hebben. Halen we even de wolven eruit die we gehaald hebben. Oké. Alles even over te volgen. Jullie mogen eventjes hierheen lopen. Oh, I'm sorry. Dat geeft niet. Dat mag. Oké, hier kunnen we even hier staan. Roar. Dit hert is echt zo cool. Ja, maar we moeten eigenlijk nog een vrouwtje hert regelen. Twink. Dat is een mannetjeshert dat we aan het gewei zien. Oh ja, klopt. Een soort stelletje. Even kijken, hier is een direwolf. Gewei is echt mooi. Oeh, dit is ook nog een beetje helemaal wit. Deze direwolf en jij. Oké, loop even mee. Oeh, die wolven lopen echt gevaarlijk, jongen. Die zijn moet ook zeker wel een pack hebben. Eigenlijk moeten er nog. Eigenlijk is het 1 mannetjeswolf en dan heel veel vrouwtjeswolf is toch om eerst zo meteen. Maar nee, het is gewoon 1 mannelijke leider. In een pack, dacht ik. Een roedel? Heet dat een roede? Ik weet niet. Ja, volgens mij wel. Geeft een naam. Een roede. Kijk, wat is dit? Dit is een. Misschien dat we allemaal op neutral gaan staan. Dat lijkt me sowieso een goed idee. En dan stop met mij volgen. En eens kijken, deze is. Een female, een female en een male. Oké, dus dan laten we deze witte direwolf, vind ik wel speciaal. Die mag... Kijk, die geven de... ik heb honger. Zo. Laten we die Shelly noemen.
Zeg je het goed? Ja. Nou, dat is... Ja. Change name. Shelly, nou hoop ik dat ik het goed schrijf. Volgens mij wel. Dubbel L, E, Grieks I. Ja, toch? Ja. Ja. En dan kan deze... Vanity heten. Shelly mag niet alleen lijn. Ja. Hebben we nog een goede naam voor een wolf? Nee, dat is nog even de vraag. Hoe gaat dat mannetje heten? Direwolf heet hij nu. Ja, ik heb echt wel een naam. Ik weet niet, ik heb een creativiteit is op. Een naamblok. Oké, okay, dus als je nog een naam weet voor een mannetjeswolf, laat het zeker weten. En dan hebben we nog... Of een hert. Dit enorme hert. Oh man. Laten we deze gewoon Patronus noemen. Toch? Patronus, ja. Ik vind Patronus wel cool. Hij lijkt vet veel op die Harry Potter en alles. Ja, dat is goed. En dan hebben we nog een naam van Kat en Ars Davis. Poeh, dus als jij nog naam weet, ja, zet gewoon weer in de comments. Zou ik zeker doen. Anyway, ik denk dat het gaat doen voor deze aflevering. Vond je het leuk? Ja, zeker. We moeten ze alleen allemaal te brengen. Ze moeten misschien het vlot weer even halen, want... Nou, weet, ik heb dus... Oké, okay, serieus. Ik was hier een beetje aan het scouten en er staat hier dus gewoon een vlot om de hoek, hè? Er staat daar een vlot, ja. 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 Maar daar passen ze denk ik niet allemaal op. Oh, hoewel, nee, zou er ook even aan kunnen... Ik denk dat je... En het is een beetje gevaarlijk om gewoon te gaan lopen, want voor je het weet kom je weer een of andere T-Rex tegen, die eet dan alles op. Ja, klopt. Nou, misschien moeten we ze even meenemen naar dat stukje gras daar. Daar is het, er zijn wat minder gewelddadige dinosauriërs. Maar dan gaan we dat even tussen de afleveringen doen. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je nou een leuke aflevering vond, laat dan alsjeblieft een like achter. Laat een comment achter voor de wolvennaam. En hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Doei! Doei! Doei!